Mijn naam is Guido Makker, ik ben audiciën bij Online Hoortestel. Vandaag de review en unboxing van de Livio Edge Eye Rechargeable, het nieuwe hoortestel van Starkey. Het eerste en enige in het oorhoortestel die oplaadbaar is en Bluetooth heeft. Ik ga jullie meenemen in dit gadgetachtige hoortestel. Hoortestel wat er in de verpakking al geweldig uitziet, alsof ik een juweel krijg in plaats van een hoortestel. Maar het belooft ook heel wat, want al die features die hierin zitten, onevenaarbaar. Er is geen hoortestel die dat kan. Zoals ik al zei, het ziet er echt geweldig uit. Starkey heeft goed gekeken naar de verpakking. En hierbij een oplader waar meteen ook een EcoPack in zit. Dus we laden hem op en we kunnen hem een aantal dagen opladen. En hier hebben we de eerste Livio Edge Eye in het oor oplaadbaar. Ik ben super benieuwd. Laten we beginnen met de look en de feel. Deze zijn op maat gemaakt. Er wordt dus een afdruk genomen van het oor, waarbij de schaaltjes volledig op maat gemaakt worden. Het zijn zwart uitziende hoortoestellen. Het lijken meer op earbuds dan op een hoortoestel. Rechts en links is duidelijk aangegeven door een R'tje. En aan de buitenkant zitten vier hele kleine contactpuntjes waarbij we ze kunnen opladen. En de oplader is een soort van magneet. Dus dat is wel echt heel goed bedacht. Aan de uiteinde, waar het geluid uitkomt, zit een heel klein wit filtertje. Die houdt oorvetse rumen tegen van in de luidspreker te gaan. Ik ga ze eens eventjes proberen. Ik ben heel erg benieuwd. Toestellen in het oor. Voelt goed. Zit goed. Het toestel gaat nu meteen aan. Zo ziet dat eruit. Het is natuurlijk de grote tegenhanger van de Marvel Black. Maar waarbij de Marvel Black nog een ouderwetse batterij heeft, is deze dus oplaadbaar. Qua grootte scheelt het eigenlijk niks. Ik heb de Marvel Black ook op maat laten maken. Je kunt zien in een andere review van mij hoe die zit. Deze is eigenlijk net zo groot, maar oplaadbaar. Dus een pluspunt. Maar niet alleen oplaadbaar, ook echt heel veel meer gadgets. Daarover ga ik u nu meer vertellen. Een van de mooiste gadgets die hierin zitten is de Thrive Assist. En wat doet de Thrive Assist precies? Bij twee keer tappen op het hoortestel kunnen we het hoortestel opdrachten geven. Het gebeurt bijvoorbeeld dat we ergens zitten en ze denken, het geluid is niet hard genoeg voor mij. Dan kunnen we of de app erbij pakken en hem harder zetten. We kunnen ook twee keer tappen en zeggen, het geluid is te zacht, zet de hoortestellen harder. Waarbij de hoortestellen automatisch een stapje harder zetten. Ook kunnen we het hoortestel opdracht geven om bijvoorbeeld dingen in ons telefoontoestel te zetten. Wil ik bijvoorbeeld morgen een herinnering dat ik iemand moet bellen, twee keer tappen, morgen om 10 uur just bellen, dan zet hij morgen om 10 uur een herinnering in mijn agenda. Een andere geweldige mogelijkheid is de Edge-modus in de hoortestellen. Bij twee keer tappen op het andere hoortoestel past hij de instellingen volledig aan de situatie in waar hij zit op dat moment. Dat doet hij op basis van kunstmatige intelligentie. Natuurlijk heeft de nieuwe Edge ook gewoon streamingsmogelijkheden, Bluetooth, waarbij we dus geluid kunnen ontvangen vanaf de smartphone, zowel iPhone als Android, telefoneren, maar ook muziek afspelen. Het is wel nog zo dat de microfoon van de smartphone gebruikt wordt om terug te spreken. Dus zoals we bij sommige fabrikanten weten dat de microfoons van de hoortestellen gebruikt worden, wordt bij dit toestel nog steeds de microfoon van de smartphone gebruikt. We horen van Starkey dat ze hier wel mee bezig zijn en dat er eventueel een update aankomt die dat wel mogelijk maakt. Daarnaast gaat deze Livio Edge ook echt verder op het gebied van beweging. Er zit een bewegingsmelder in en een stappenteller. Ook als wij onze smartphone niet bij ons hebben, blijven deze hoortoestellen onze stappen en bewegingen registreren. Vervolgens, als we weer verbinding maken met onze smartphone, kan die synchroniseren met onze gezondheidsapp of bijvoorbeeld de fitness tracker. Dat is wel echt cool. Ook kunnen we deze hoortestellen op afstand afstellen. Dat betekent dus niet meer voor een kleine bijstelling helemaal naar de audiciën, maar gewoon inloggen via de app. Al zit u aan de andere kant van de wereld, wij kunnen de hoortestellen bijstellen, nieuwe programma's aanmaken, wat u maar wilt. Er heeft Starkey gedacht aan een valdetectie. Valdetectie denk je wellicht alleen voor ouderen? Nee, daar kan het hartstikke handig voor zijn. Maar stel je bent in je eentje aan het mountainbiken in het bos en je gaat onderuit. Wat doet de Livio? Die zendt een signaal naar je mobiele telefoon
en die belt automatisch een lijst af die je van tevoren hebt geprogrammeerd. Daarnaast een mogelijkheid die je eigenlijk al bijna zou vergeten te benoemen, maar dat is het vertalen. Het vertalen van 27 talen. Dus, we hebben de hoortoestellen in, iemand spreekt in Chinees tegen ons en het wordt in het Nederlands vertaald. Ik moet er wel bij zeggen dat de snelheid hiervan afhankelijk is van de internetconnectie. Op 4G werkt dit eigenlijk hartstikke goed. Gaan we straks naar 5G, werkt dit nog veel beter. Daarnaast kunnen we niet alleen vertalen, maar we kunnen ook gesproken tekst omzetten in geschreven tekst. Dat kan ook wel eens handig zijn voor een vergadering of als we notities moeten maken. Supercoole app van die Livio Edge. Dat is dus een korte review van die Livio Edge AI in het oor. Wij zijn er mega enthousiast over. Heeft u nog vragen over hoe het werkt? Kunt u vragen stellen hier beneden in de comments. Of u kunt ons altijd per chat bereiken. Elke dag, 7 dagen in de week.